Meer samenwerken aan een gezonde, duurzame en vitale regio. Daar zet RVN Ed zich voor in. 40 agri-food ondernemers in de regio Gelderland zijn gestart met het programma Gezonde Korte Ketens. In dat programma proberen agrariërs samen te werken met zorginstellingen, omdat gezond eten zogezegd het beste medicijn is. Woensdagmiddag werd er een bijzondere bijeenkomst georganiseerd, waar de agri-food ondernemers zichzelf presenteren aan een panel van 20 geïnteresseerde zorgorganisaties en bedrijven. Nou, vandaag een spannende dag voor heel veel ondernemers uit de regio. Dat zijn ondernemers die allemaal trots zijn op hun producten die ze zelf produceren hier in de regio. En in de regio Arnhem, Nijmegen, Oost-Betuwe en Maas en Waal. En zij gaan pitches houden om te vertellen wat zij voor producten hebben. En om te kijken of die producten ook toegepast kunnen worden in instellingen en organisaties hier in deze regio. Nou, Rabobank heeft een heel programma opgesteld om een bijdrage te leveren in het wereldvoedselvraagstuk. Dat is een heel groot vraagstuk uiteraard. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we met heel veel partijen samen. Vast wel eens gezien in het nieuws. Voor Nederland vertalen we dat door op een aantal thema's extra aandacht te vestigen. Dat doen we bijvoorbeeld op thema's als voedselverspilling. Maar ook het aanbieden van gezond voedsel voor de vitaliteit van mensen. Maar ook door bijvoorbeeld de stabiliteit van ketens verder te vergroten. En de samenwerking die we vandaag hebben met Diversio, die raakt eigenlijk meerdere zaken. En zeg maar enerzijds gezonde voeding voor mensen beschikbaar stellen hier in de regio. Maar ook de stabiliteit van een keten bevorderen. Dus rechtstreekse verbindingen leggen tussen ondernemers en mensen hier in het gebied. Nou, RVN Ed is een beweging in het Rijk van Nijmegen dat innovatie aanjaagt en dat inzet op economische groei. En wij hebben ongeveer 30 projecten die we helpen. Dit is er één van. Want het klinkt allemaal heel eenvoudig, hè? Maar als je netwerk en middelen bij elkaar wil brengen en kennis, dan is het ook wel moeilijk. Aan welke deur moet je aankloppen? Wat moet je doen? Nou, daar helpen wij bij, ook dit project. En wij hebben dit project bijvoorbeeld heel duidelijk verbonden met jongeren, wat aan de voorkant nog niet zo was. Nou, hier zit zoveel kennis in dit project. Hè? De Duurzaam en Gezond aan Tafel heeft zoveel neergezet, ook een expertise. Maar de jonge generaties die nu bijvoorbeeld kok worden of agrariër worden vanaf de ROC-opleidingen, die weten helemaal niet wat hier gebeurt. Dus wij hebben zij een RVN Ed Lab, hè, dat is onze jongerentak, labteam gegeven om ook aan die kant te gaan denken en daarmee aan het werk te gaan.